Yo, kijk van Gamermax, welkom bij de nieuwe Mindtopia video! Vandaag zijn we op Mindtopia en er kwam even een Windows update of zo, weet ik veel, in beeld. Maar dat maakt niks uit. In ieder geval, vandaag een nieuwe video. En vandaag gaan we iets doen wat heel veel mensen wouden. Dat zien jullie zo meteen, waarschijnlijk zien jullie het al in de titel staan. Dus we gaan het maar gewoon gelijk doen. In ieder geval, ik ga geld weggeven. En dat ga ik niet in deze video doen, dat gaan we zogezegd in giveaway doen. Dus we gaan een giveaway doen in deze video. Dus ja, wil jij wat doekoes op MT winnen, dan moet jij deze video even kijken. Is ook een beetje de soort van 11k subspecial. We hadden nog niks leuks gedaan voor de 10k en de 11k. Dus dacht, dan gaan we gewoon een giveaway doen op Mindtopia van wat monies. Dat vindt iedereen altijd leuk. Dus dat gaan we vandaag doen. In ieder geval mensen, ik ben een cosmopolitan en ik lag een beetje hier. Ze zijn hier heel wat aan het veranderen. Want hier stond eerst mijn appartement, niet mijn gebouw, maar mijn appartement was daarboven. Maar nu hebben ze dit lelijke gebouw, ik weet niet wat het wordt, record, dit wordt recordgebouw. Nou ja, die staat dus letterlijk, ik vind het echt een lelijk gebouw eerlijk gezegd. Die vorige vond ik mooier, maar die staat dus hier letterlijk nu naast. En nu is mijn appartement daar, ik weet niet, kan ik hier inbreken? Plots een aanmaak, nou ze zijn er plots nog aan het aanmaken. Lift gereed. Ik zal even met de trap gaan voor zekerheid. Volgens mij zijn er plots nog niet aangemaakt en zo. Er liggen ook nog geen spullen in. Dus in principe. Dat moet nog allemaal gebeuren. Want de gemeente heeft al mijn spullen dus in de gemeente leggen. En als ze alle plots hebben aangemaakt, gaan ze alle spullen terugleggen. Nou, we gaan eens even helemaal naar boven lopen. Kijken of toevallig mijn deur open staat. Ik hoop het. Huh? Wat? Oh, deze is van mij. Ja, deze is van mij. Oh mijn god, mijn uitzicht mensen. Ik heb het lelijke uitzicht gekregen. Of ja, lelijk. Op zich is dit ook nog wel redelijk. Maar ik vond die andere kant vond ik veel chiller. Maar in ieder geval zit één voordeel aan. Daar zijn de portals. En ik vloog altijd naar de portals toe. Dus in principe is er niks veranderd. Maar met dit uitzicht. Ik had liever die andere kant gehad van David. Ik zal eens kijken of zijn appartement ook open staat. Kunnen we even een kijkje nemen. Kijk, hier is David's appartement. Kijk, hij heeft hier echt dik uitzicht, man. Dit is echt nice uitzicht. Nou, heeft hij weer geluk mee. In ieder geval, het uitzicht maakt mij eigenlijk niet zo van uit. Het gaat me gewoon omdat ik naar die portals kan vliegen vanaf, vanaf mijn appartement hier. En dan doe ik altijd zo, heb ik militron, Doe ik zo en dan op. Hier zijn zo'n straat aan het verbouwen, zie ik. Kom ik hier bij de portals naar de hill en de downtown. In ieder geval mensen, dat is dus veranderd. Maar nu gaan we gewoon even over naar de giveaway. En de vorige keer heb ik het, dit gebouw laten zien, het Stockmarket gebouw. Ik weet niet of er al iets aan gedaan is, een update of zo. Ik lag hem wel een beetje. Lidmaatschap aanvraag. Dat was er volgens mij al. Volgens mij was dit er allemaal al. Poortje zit dicht, nog steeds geen infoborden. Die moeten hier dan komen. Dan gaan we binnenkort dan maar eens kijken als het weer open is. In ieder geval mensen, ik ga dus wat geld weggeven. Dat draait deze hele video om. Daar kijkt iedereen waarschijnlijk ook voor. Maar dat gaan we even doen, dus we gaan eventjes een pinapparaat opzoeken. Wat is dit? Ik heb geen idee. Oude inkoop volgens mij. Hoe kom ik? Een pinautomaat, AFB. Nou, gaan we even boven kijken. Ik heb dus even een pinautomaat nodig. En ik ga dit keer geen één grote giveaway doen, we doen vijf kleintjes. Oh, je hebt een pinautomaat. We gaan vijf keer 50k weggeven. Dus we gaan vijf keer 10 briefjes weggeven. Kijk, zo. Hoppakee. Doen we deze even terug erop zetten. Het kost me dan weer 250k. Maar we moeten ook wat doen. Wat terug doen voor al die support en al die likes. In ieder geval mensen, als je het leuk vindt, doe ons een likey. En vergis zeker niet te abonneren. Dan ga ik zo meteen vertellen hoe je dit kan winnen. Kijk, hier hebben we 50k voor één iemand. Hier hebben we 50k voor één iemand. Hier hebben we 50k voor één iemand. En hier hebben we 50k voor één iemand. Dus we hebben hier 5 keer 50k voor iemand. Dus 5 mensen gaan er ook winnen. In ieder geval, ik ga eens eventjes vertellen hoe je dit kan winnen. Dus wil je kans maken op één van deze 50k's. Dan moet je eventjes goed luisteren om dit te winnen. Ik ga het gewoon doen via de YouTube reacties. Dus wat je moet doen is een reactie achterlaten. Nee, wacht. Laten we gewoon eerst beginnen met de video. Like de video. En abonneer natuurlijk. Je moet wel geabonneerd zijn, anders is het een beetje raar. Abonneer natuurlijk gewoon eventjes. Like dus de video. En like zoveel mogelijk andere video's.
Ja, like de video en abonneer. En dan moet je gewoon een reactie achterlaten van ja, waarom je wil winnen. En je Minecraft naam. Want als je je Minecraft naam er niet inzet, dan ja, dan is het een beetje, ja, dan kan ik je heel moeilijk gaan contacten. Dus je Minecraft naam moet erin staan. Volg me ook even op Twitter trouwens. Linkje staat in de beschrijving. Als je me nog niet volgt, dan komen heel veel updates op. Dan vraag ik ook wat ik moet opnemen in video's enzovoort enzovoort. Dus ja, ja, plaats gewoon een reactie waarom je wil winnen. Die, een van die 50k's. En ja, je reden. Plus je Minecraft naam. Dat is het enige wat je hoeft te doen. En dus gewoon abonneren en liken. Dus zo moeilijk is het niet, denk ik, mensen. Dus ja, ik zie de reacties vanzelf al volstromen. Het zal wel erg druk worden, de reacties. Maar ik weet nog niet of ik het via zo'n random, ja, zo'n random kiesding ga doen. Of gewoon een goede reactie uitkies, dat weet ik nog niet. En wat? Was het altijd al zo hoog of ben ik nou gek? Dit was volgens mij nooit zo hoog. Lol, volgens mij is het verbouwd. Nou, ondertussen ga ik wel even kijken nemen. In ieder geval, mensen, dat is dus de stappen die je moet doen. En ik heb hier enorme lag. Ja, sorry voor die lag spike staan. Ik kan er niks aan doen. MRX veiling zat hier altijd, ja. Het is wel erg hoog geworden, dit. Ik weet niet of er dan mensen wonen. Van wie is het überhaupt nou? Plot info. Maar in ieder geval, mensen, ondertussen zijn jullie waarschijnlijk nu allemaal je reacties aan het typen. Dus ja. Dat is mooi. Dan lopen we ondertussen even naar boven. Hebben jullie even tijd om een reactie te plaatsen? En dan gaan we eens even kijken wat dit allemaal is. Dus van Microgolf is het gebouw. Nou, oh, ik ben nog steeds niet boven, man. Ik haat dit soort trappen waar je maar één treetje per keer omhoog gaat. Dat is echt vervelend, want dan moet je keilang omhoog lopen. Oh. Het dak is letterlijk dicht. Nice. Dan moet ik weer helemaal naar beneden. Joehoe. Oh, misschien kan ik hier naar beneden vliegen. Please, zeg maar dat er iets is. Een balkon. Please, zeg maar dat er een balkon is. Oh my god, zitten barriers voor. Oh my god. Oké, dat wordt dus echt gewoon naar beneden, hoe heet het, lopen. In ieder geval, ondertussen denk ik wel dat jullie ja, de reactie hebben geplaatst. In ieder geval, mensen, wat je ook eventjes moet achterlaten in de reacties, wat ik op Mindtopia moet gaan opnemen, want ik ben een beetje uit mijn ideeën. We hebben al zoveel dingen gedaan. Dus laat het ook even in een reactie achter wat wij voortaan op Mindtopia moeten gaan opnemen. Want ja, ik kan wel een beetje hier rond gaan dumpen en wat giveaways doen. Maar dat is natuurlijk ook niet, ja, dat is eigenlijk wel leuk voor jullie. Maar ja, dat is niet leuk voor mij, want dat kost me alleen maar geld. Dus ja, laat het vooral even achter wat ik moet gaan doen in Mindtopia. Moet ik een bedrijfje weer gaan starten? Moet ik een moet ik bij de politie gaan? Moet ik bij het leger gaan? Laat het maar gewoon achter. En dan ben ik ja, benieuwd wat jullie allemaal gaan achterlaten. Want zelf, ja, ik heb niet zoveel ideeën meer. Ondertussen gaan we even naar Mindtopia. Is wel leuk. En ik heb nog eens lag spikes. Ik hoop dat die niet in Mindtopia zijn. Nou, hoppakee. En ja, in ieder geval, daar ben ik echt benieuwd naar. Je kan het ook naar mijn tweet of zo, wat je wil. Het reacties is het handigste. Dan kunnen jullie ook elkaars reactie liken natuurlijk. Als jij in, ja, iets vindt wat ik moet gaan doen en iemand anders heeft het al gekomen, like die reactie gewoon, zodat die bovenaan komt te staan. Dat is net zo handig. Dus ja, dat is ook gewoon prima. Nou, ik denk dat het weer het einde van de video is. In ieder geval, ik zal het nog één keer vertellen hoe jij dus één van die, ja, 50k's kan winnen. Oh, zo. Dus ik geef 5 keer 50k weg. Dus hoe je het kan winnen, abonneer, like deze video en laat achter waarom je wil winnen. Plus je Minecraft naam. Waarschijnlijk hebben al heel veel mensen gewoon de video weggeklikt en hebben ze nog niet zo'n Minecraft naam erin gedaan. Ik heb post hier. KVW, KVW, bla 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 bla. 10.000. Oh, je krijgt korting, wat? Gratis leveringen. 25, oeh, ik ga eigenlijk gewoon nee, dat kost me te veel geld om een bedrijfje. Korting bij inkopen. Op zich, dit KVW is best wel handig. Onderwijs, ja. Dat zal best. In ieder geval, mensen, dit was dus de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie allemaal eventjes mee gaan doen. En ja, niet iedereen kan natuurlijk winnen, maar ja, 5 winnaars is best veel. We gaan natuurlijk weer 2,5 ton weggeven. En dit is nog steeds niet gefixt na 3000 jaar. Heb ik hier nog iets leuks liggen? Ja, allemaal oude boekjes. Lol. Allemaal oude KVK's en zo. Dat is wel grappig. Nou, in ieder geval, dat was het dus, mensen. Bedankt voor het kijken. Doe een like. Vergeet zeker niet te abonneren. En vergeet natuurlijk zeker niet die reactie te plaatsen als je dat nog niet gedaan hebt. En oeh, wat is dit? Oeh, dit is het boekje dat die ik... van de opname van dus David. Ik weet niet of mensen die hebben gezien in zijn Mindtopia roleplay. Heb ik een keertje meegedaan. En toen heeft hij die, hoe heet het?
de FBI dingen aan mij verkocht, heb ik daar geld voor betaald. En dit boekje hoorde bij die opname, die heb ik bewaard, vond ik wel grappig. Nou, in ieder geval mensen, dit was het dan echt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En vergeet natuurlijk ook niet zeker mijn Twitter te volgen voor alle updates. Binnenkort weer een nieuwe deel of houden spel. Dus ja, wil je daar aan meedoen, dan moet je me even op Twitter volgen. Want dat is echt belangrijk. Ik doe altijd een oproepje op Twitter. Zodat mensen kunnen meedoen met het deel of houden spel. Dus als je daar een keer aan mee wilt doen, check even mijn Twitter. En dan was dit echt het einde van de video. Dit was eigenlijk meer een video voor de giveaway dan dat ik iets ging doen in Mindtopia. Maar dat maakt niks uit. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!